Nou, zo'n hond verdient eigenlijk een koninklijke onderscheiding, hè? Kom. Jojo. Jojo, brokje, brokje, brokje. Jojo, zit. Goed zo. Ah, ze is goed 3 maanden oud. Ze heet Jojo. Want een Jojo komt wel terug. En zij niet als je roept. En 200 terug had ik er precies zo een. Die is maar 1 jaar oud geworden. Die vrat zich. Je ziet het. Jojo doet dat ook met haar scherpe tandjes. Door de riem heen. Die brak. Ze rent die kant op. En 200 meter verderop wordt ze... Man kon er niks aan doen. Door een auto aangereden. En ze leefde nog. Maar ze is... doodgebloed, want er was geen hondenbloed. Want ja, mensen kunnen een infuus krijgen, maar honden hebben hem ze nu en dan ook nodig. En stel je nou dat deze schat het zelf... Jojo, ga nou eens zitten. Jojo, jo, zit, zit, zit. La los, la los. Tja, brokje. Stel nou dat deze schat ook een keer weet te ontsnappen en aangereden wordt. Is er dan wel hondenbloed om hem een... infuus te geven. Jojo, kom hier. Jojo. Jojo, kom. Jojo, Jojo, kom terug. And every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through. Zo. Hallo, ik ben Ink. Oh shit. Nou ja, ik ben jongens. En wie is dit? Dit is Tosca, dat is een Labrador Retriever. Is een paar dagen geleden bij ons aangeboden omdat hij ernstige diarree had met bloed erbij. En het probleem is dan dat ze vaak uitgedroogd raken daarvan, omdat ze heel veel water verliezen via een diarree. En dan komen ze hier op de IC om aan het infuus. Ja, ja, dat zijn al die draadjes. Dat zijn alle draadjes, maar er zitten ook medicijnen bij. En bloed? Af en toe, als ze heel veel bloed verliezen en ze krijgen zo'n ernstige bloedarmoede dat het levensbedreigend wordt, dan moeten ze een bloedtransfusie krijgen. Ja, ja, dat en komt. Jullie hebben een tekort aan bloed, hè? Hondenbloed. Ja, ja, het is heel vergelijkbaar als bij mensen. Die hebben ook altijd tekort aan bloedtransfusies en dat hebben wij ook. Ja. Hoe komen jullie dan aan dat bloed? We hebben tot nog toe altijd kliniekdieren gehad. En die worden onder andere gebruikt voor het onderwijs van de studenten diergeneeskunde. Die moeten oefenen op dieren. En operaties en zo? Nee, nee, nee. Gewoon lichamelijk onderzoek. En allemaal hele eenvoudige... Daar zit de oren, daar zit de anus. Okay. En die honden gebruiken wij ook als donor. Maar die capaciteit is erg beperkt. En we hebben nu dus meer nodig. En... dan moet je honden van buiten gaan zoeken. Hoeveel, hè, in Utrecht, hoeveel liter bloed per maand gebruiken jullie? Nou, we gebruiken ongeveer, of we geven ongeveer 150, 200 transfusies per jaar aan honden. En dat betekent dus, hoeveel liter bloed ongeveer? Dan gaat het over 75 liter bloed ongeveer. Als je aan bloed afneemt, hè, en er is al een tekort van, dan vries je dat natuurlijk in. Nee, dat kan niet. Oh. Je kunt, wat we doen is, we nemen het bloed en dat gaan we scheiden. Dus we gaan er, zoals het heet, bloedproducten van maken. En het makkelijkste om te doen is om het plasma, dus het vocht in het bloed, te scheiden van de cellen. En het plasma kun je invriezen, dat doen we dus ook. En dat kun je heel lang bewaren, jarenlang. En de rode bloedcellen, die gaan in een speciale bewaarvloeistof. En die kun je dan maximaal 1 week of 7 in de koelkast bewaren. Ja, ja, dus je moet dat bloed als het ware binnen 7 weken gebruiken. Anders is het net als een pond gehakt in de koelkast bedorven. Ja, toch? Ja, ja. I'm the kind to sit up in his room. Heart sick and eyes filled up with blue. Hallo Henk. Hi. Hallo Henk. Ik ben Henk. Marco. Jij bent? Dit is Breezy. Breezy? Onze televisiester en onze held die hier met haar bloed heel veel hondenlevens al heeft gered. Echt waar? Hoe vaak heeft ze al bloed gegeven? Of is het een hij? Het is een zij. Het is al wel... ik denk al meer dan 20 keer.
Hij heeft wel een heel mooi nat neusje. Marco, zullen we Brie zien neerleggen? Ja. De pootjes moeten naar deze kant, dus als jij de voorkant doet, dan is de achterkant. Als jij alleen het kopje gewoon heel losjes zo haalt, meer hoeft niet. Kijk maar naar Henk. Maar wat is er in deze? Braaf, hè? Ach, wat heel lief. Makkelijk, hè? Ja. Ja, ze is echt heel lief. Eén keer en zijn ze allemaal zo lief? Of? Allemaal, ja. De greyhounds zijn allemaal zo braaf. Oh, schatje. Maar in principe kan elke ras dus donor zijn. Ja. Als ze het juiste gewicht hebben. Ze moeten zwaarder zijn dan 25 kilo. Ze moeten groot genoeg zijn. Dus kleine hondjes doen we niet. Kleine hondjes worden gediscrimineerd? Nee, er wordt natuurlijk een behoorlijke zak bloed afgenomen. En een klein hondje heeft wat minder bloed dan een grote hond. En deze is vrij groot. Ze is 32 kilo. Dus daar kan, zij kan wel wat missen, gelukkig. Als Brigitte nou zo dat halve litertje bloed kwijt is, hè, krijgt ze dan een soort krachtvoer? Dus... Nou, we geven er wel altijd even wat lekkers, maar dat is meer omdat ze dan braaf is geweest. Ze krijgt eigenlijk niet extra krachtvoer. Ik merk eigenlijk ook niks aan haar gedrag, dat ze er sloom van is. Dat had ik wel verwacht in het begin. Ja. Maar dat heeft ze eigenlijk niet. Als ze nu een ander hondje ziet, dan is ze gelijk weer enthousiast om lekker te gaan spelen. Dus ook in dat opzicht merk ik eigenlijk niet dat ze daar heel veel last van heeft. Maar uit voorzorg hou ik er wel een beetje rustig. Ja, ja. Goh, ik moet je niet zeggen. Leuk, hè? Ja, ik bedoel, kijk, heb er geen verkeerde gedachten bij, maar ik begin een beetje verliefd te worden op Brigitte. Kan je er nog tegen? Ja, met moeite. Nou, zo'n hond verdient eigenlijk een koninklijke onderscheiding, hè? Nou, zij zou het eigenlijk wel verdienen. Ja, ja, zo braaf als ze is. Of gewoon. Maar ze heeft wel een koninklijke penning, hè? Ze heeft wel een speldje, een soort van speldje gekregen. Waar is de riem? Achter het blauwbakje. Ja. Hier is je klaar. Oh, dit krijgen ze dan. Ja. Ja. Ik ben bloeddonor. Universiteitskliniek Gezelschapsdieren Utrecht. En dit is zijn naam. Ja. Ja. En deze medaille is door de universiteit uitgereikt en niet door de koningin. Terwijl jij eigenlijk meer presteert dan menig iemand die met zo'n koninklijke onderscheiding in zijn ver loopt, vind ik. Ja. Want, dames, wat doen jullie nou? Want dat ziet een doekje voor het bloeden. Oh! Dat doen we gewoon voor de zekerheid. Oké. Okay. En Moppie? En je ziet, ze weet nu dat ze klaar is. En toch, het is niet zo dat ze ineens van tafel af wil springen. Ze is er heel relaxed onder. Dan krijg je lekker eten, hè? Hé. Het is echt relaxed, hè? Ja, nou, je krijgt lekker een kluif. Want dat heb ik natuurlijk meegenomen. O ja. Is goed zo. Zo zo'n koubordje. Ik vind het alles goed. Ik ben een schat, ja. Ja, hey, doei, doei. Tot ziens. Doei. And I love you so. The people ask me how I've lived till now. I tell them I don't know. Hallo, ik ben Henk. Hallo, ik ben Christine. En jij bent ook dierenarts, hè? Ja, ik ben ook dierenarts. Die verstand heeft van bloed. Ja. Hondenbloed en mensenbloed. Is dat uitwisselbaar? Nee, het is niet zomaar uitwisselbaar. Je kunt niet bloed van een hond aan een mens geven of andersom, want dan krijg je problemen. Oh, en wat voor soort problemen krijg je dan? Je krijgt problemen als je de verkeerde bloedgroep krijgt, dat de celletjes kunnen gaan klonteren of dat ze kapot kunnen gaan. En daar, nou, je voelt het maar aankomen, ja. Daar word je heel ziek van. Maar bij mensen heb je bloedgroepen, toch? Dan heb je A of B of weet ik wat of je... O, ja. Of O. Ja. Hebben honden dat ook? Honden hebben ook bloedgroepen. Ja? Het zit wel anders als bij mensen. Wat is er anders dan? Wat er anders is, dat de honden die hebben op het moment dat ze nog nooit met vreemd bloed in contact geweest zijn, dus ze hebben nog nooit een bloedtransfusie gehad of ze zijn nog nooit als teefje zwanger geweest, dan hebben ze geen antistoffen tegen andere bloedgroepen. Dus dat betekent dat je zonder problemen de eerste keer een bloedtransfusie aan een hond kan geven zonder dat hij daar ziek van wordt. En dan maakt het niet uit welke bloedgroep je hem geeft, maar waarom de tweede keer dan niet? Nou, als die een andere bloedgroep heeft gekregen dan zichzelf, dus bijvoorbeeld een A-negatieve hond heeft bloed gekregen van een positieve hond, dan maakt hij de antistoffen tegen. Ah. En dan is de situatie precies hetzelfde als bij de mens. Als die dan nog een keertje positief bloed zou krijgen, heeft hij die antistoffen. En dan gaat het klonteren en dan gebeuren de hele enge. Ja. Dus dan moet je echt
uitzoeken wat de bloedgroep is. Ja. Get me down. Now that you're around. Hey, nou heb ik een hond en als hij nou 24 kilo weegt, mag die dan ook? Nee, we hebben hele strikte richtlijnen voor waar de donor aan moet voldoen om te zorgen dat Vertel, dat goed is. Vertel, waar moet de donor aan voldoen? Ze moeten dus minstens 25 kilo zijn, okay, want als ze kleiner zijn, krijgen we de zak niet vol. Okay. Ze moeten volwassen zijn, dus we beginnen eigenlijk pas vanaf 1 jaar en ze mogen niet te oud zijn, dus ze mogen maximaal 8 jaar zijn. Okay. Verder is moeten ze natuurlijk gezond zijn. Ja, logisch. Daar hebben we allerlei manieren voor om daarnaar te kijken, onder andere bloedonderzoek. En, dus je moet bloed afnemen om te kijken of ze bloed mogen Precies. Ja. Ja, ze moeten bijvoorbeeld niet zelf een bloedarmoede hebben, want anders maakt het de boel erger. Ze moeten rustig zijn om te zorgen dat ze 10 minuten stil kunnen liggen en de bloedtransfusie kunnen geven. En een aanvullende eis die wij ook hebben is dat ze niet in het buitenland geweest mogen zijn. Pardon? En dat is discriminatie. Nee, de reden daarvoor is dat in het buitenland komen allerlei parasieten voor die in het bloed voorkomen. En die je dus kunt overdragen als je een bloedtransfusie van zo'n donor zou geven aan de acceptor. Maar en, dan, dat kan je dan toch mee? Want mijn hond bijvoorbeeld, die heb ik gehaald uit Engeland. Hmm. Mag ze niet omdat ze in Engeland geboren is? Ja, want je kunt er natuurlijk wel op testen, want de honden hoeven daar niet ziek van te zijn. Hè, die kunnen gewoon drager zijn van zo'n parasiet. Dus dan moet je ze al testen en die testen zijn vrij duur en dat maakt dan weer de bloedtransfusie extra duur. Ja, dus het is gewoon makkelijker voor ons, omdat die parasieten in Nederland niet voorkomen, om te zeggen van oké, als ze niet in het buitenland geweest zijn. Nederlandse grote, gezonde honden die lief zijn. Ja. Maar ze moeten wel stil kunnen blijven liggen. Ja. We hebben het steeds over honden, maar ik heb ook 3 katten en die kunnen ook een ongeluk krijgen. Hebben jullie hier ook kattenbloed en kattendonoren? Ja, we hebben ook kattenbloed en er zijn ook kattendonoren. Maar bij katten is het een wat lastiger verhaal. Ze zijn natuurlijk kleiner, dus je kan maar minder bloed afnemen. Ja, oké. Okay. Ze hebben ook minder nodig. Ja, maar we kunnen honden vaak wel selecteren en trainen om bloed te geven en rustig te liggen. Bij katten ben je meestal gedwongen om ze een roesje te geven, zodat ze even slapen als ze de donatie geven. En dan moeten we toch wat uitgebreider met eigenaren praten over de voors en tegens en de risico's. En of ze dan als het allemaal goed gebeurt. Dan kan het ook. Dan kan het ook. En zoeken jullie ook katten donor? Ja, in principe wel. Dus jullie zoeken katten en honden om donor te worden, om katten en honden te redden. Ja. Maar bijvoorbeeld als we een keer een Fred hebben die bloed nodig heeft en we kunnen een donor vinden op dat moment, dan kunnen wij zorgen dat er een donatie van de ene Fred naar de andere gaat. Oh, wat aardig, hè? Oké, dankjewel. Ik word bloedgelukkig van zulke bloedige initiatieven, terwijl ik niet eens tegen bloed kan. Ik hoop dat mijn jojo sterker is. A, dat ze nooit bloed nodig zal hebben. En 2, de bereidheid zal hebben om woef woef woef, straks als ze groot is, voor andere honden bloed te geven. Het is een bloedje van een hond, dus dat doet ze. Ik heb een eigen verslaving. Ik ben namelijk... En het kost me best moeite om dat te zeggen. Kaasjunk. Je zou eigenlijk iedere dag 100 gram kaas moeten eten. Voilà, ik eet 2 ons kaas te weinig. Mag ik je hartelijk danken? Ja. Een stukje proeven.